Deze visjes zijn de kluts kwijt. Vanuit een tropisch meer van een Indonesische kwekerij zijn ze ineens in een aquarium in een Pekingse groothandel beland. Visspecialist Sun Weidong en zijn personeel gaan ze daarom eens goed verwennen. Alleen verse ingrediënten zijn goed genoeg. En dan maar hopen dat de vissen snel hun speciale rode kleur ontwikkelen die ze zo geliefd maakt. De rode draak, zoals de Chinezen de vis noemen, is de nieuwste rage in de Volksrepubliek. Manager Chu legt uit waarom Chinezen massaal vallen voor deze vis. De groothandel mikt op het bovenste segment van de markt, de meer dan 875.000 Chinese multimiljonairs. Die ontketenen regelmatig buitennissige trends. Hoe duurder het nieuwe hebbeding is, hoe beter. En deze rode draak is een perfect statussymbool. Wat een prijzen! 最便宜市场上的零售价格也不会低于4000元。我们这边最贵的是一条成鱼，就是成年的鱼，那么应该说是亚成鱼吧，亚成鱼。然后它现在，我们标价是80万人民币。Dit is hem, 85.000 euro. Voor hetzelfde geld heb je een exclusieve luxe auto of een Pekingse driekamerflat. Maar dat soort dingen hebben miljonairs al. De rode draak is zo duur omdat hij zeldzaam is. In het wild is hij bijna uitgestorven. In gevangenschap zijn maar 8000 vissen die zich voortplanten. Iedere nakomeling heeft een persoonlijk geboortecertificaat. Die exclusiviteit maakt de rode draak nog aantrekkelijker. Investeerders rekenen op dit kuddegedrag. Zodra de elite een nieuw statussymbool kiest, probeert iedereen daar een graantje van mee te pikken. Deze aquariumhandel heeft dus flink geïnvesteerd. Een hele winkel vol drakenvissen. Haar verkooppraatje is vooral op bijgelovige zakenlieden gericht. Dat heeft zakenman Liu niet nodig. Hij is al rijk genoeg met 5 drakenvissen. Nu nog 4 jonkies erbij. Het zijn geen beleggingen. Liu wil ermee pronken. Want met 9 rode draken zien zijn vrienden pas goed hoe steenrijk hij is.